Vorige keer moest hij ontbreken. Toen was hij in het verre buitenland. En wij dachten allemaal, ja maar wanneer komt hij dan wel, onze nieuwe stadsarcheoloog? En wat zal hij dan meenemen? Wat heeft hij te vertellen over het Dullertspijker in het Spijkerkwartier? En daar hebben we de naam Dullert weer. Want behalve de Dullertstichting hebben we ook een Dullertstraat. En was er ook een Dullertspijker. En een van de nieuwe stadsarcheologen, pas sinds kort in dienst, die doet daar nu opgravingen. En komt tot verrassende vondsten. Wat blinkt er in het Spijkerkwartier? Casper van den Bergen, dames en heren. Onze stadsarcheoloog gaat daar wat over vertellen. Dank u wel. Goedenavond, mijn naam is inderdaad Casper van den Bergen. Ik kom uit het mooie Zwolle. En werk in het net zo mooie Arnhem. En met veel plezier. En één van mijn klussen is aan het Spijkerkwartier geweest. En daar hebben wij een klein onderzoek uitgevoerd. Daar volgen een groter onderzoek. Dan moeten we eerst nog eventjes door de raad loodsen. Maar goed, het eerste gedeelte hebben wij gedaan. En daar hebben we van alles hebben we daar gevonden. De resten van het voorlaatste gebruik van het gebied. Oude condooms. Dat vonden wij als archeologen natuurlijk altijd hartstikke leuk. Keurig netjes in een zakje gestopt. Maar dat was wel erg nieuw. De oudste dingen die we daar hebben gevonden, dat zijn de resten van akkerbeweging, ergens uit het jaar 1100. En we hebben ook daadwerkelijk resten gevonden van het zogenaamde Dullertspijker. Maar we vonden ook nog ander spul, waar menig archeoloog hart niet hard van gaat kloppen. Ik vind het erg leuk. Is namelijk het mooie emaille. Iedereen kent het wel, potten en pannen. Groen, blauw. Wit met grijs, groen met wit. Lekker kun je erop koken, doet van alles. Als je het eenmaal stoot, dan krijg je er rare roestplekken op. En ik heb vandaag ook wat mee, maar dat komt zo meteen. En dan krijgen we een soort full sessie. Eerst nog even voor iedereen. Het was gevraagd om een korte lezing, dus ik shut er zo doorheen. Waar is het? Hier is de Dullert Flat voor iedereen. Hier is de melkfabriek geweest. Zeg maar, dat is hier inderdaad aan deze kant. En dit is de school, deze is ook gesloopt. Het hele gebied wordt herontwikkeld voor nieuwbouw. Er is de planning om dat na de zomervakantie om daar mee te starten. In de meest ruime zin. Dat er misschien een keer een school heen en weer rijdt. Maar tot die tijd hebben wij daar de mogelijkheid om daar archeologisch onderzoek te doen, door de vorm van opgraven. En dan gaan wij opgraven het gedeelte van de melkfabriek die is gesloopt, dit stuk helemaal. En hier, dit gebied, hadden we eerst niet verwacht dat daar ook nog een gedeelte van de spijker zit. Maar daar vonden we nog net het oudste stukje muurwerk, de oudste stukken muurwerk van het hele gebied. En dit ongeveer moet er hebben gestaan. En nou is dat heel leuk, in het Gelders archief, als je gewoon zoekt op internet naar Dullertspijker, of naar het Spijker, Gelders Spijker, dan krijg je dit ding te zien. En er is een enorme verwarring tussen het Gelders Spijker, het Dullertspijker of het Spijker. Dat komt eigenlijk omdat het Gelders Spijker heeft een tweetal locaties gehad, genaamd het Gelders Spijker. En waarschijnlijk is dit gebouw, staat dus in het papier als zijnde het Gelders Spijker. Maar laten we nog net bij deze jonge dame hier in de hoek zie je een deurpost zitten met een randje erin. Helaas heb ik nog net de foto van het dingetje wat we hebben gevonden, heb ik nou natuurlijk weer niet meegenomen. Want ik was vandaag weer elders. Maar een stuk steen uit die deurpost, die hebben we nou echt teruggevonden. Lag keurig netjes, lag daar. Dus nou weet ik ook dat deze afbeelding van onze Dullertspijker is. Bovenin moet er nog een soort jaartal staan, dat is op deze tekening niet helemaal lekker zichtbaar. Op het internet www.geldersarchief.nl geloof ik is het. Daar staat het jaartal 1617 op. En wat ik denk, is namelijk dat dit pand qua looks is het een ouder pand. Ergens 16e eeuw, dus 1550, 1560, iets in die hoek. 80e oorlog, 1580 periode. En dat zie ik met name aan de manier van de ramen die erin zitten. Er zitten weinig ramen in, omdat een spieker komt van het Duitse speicher, opslaan, of van het Latijn spicarum, opslaan van graan. Dus een beetje de combinatie is het ook graan en opslag, dat gaat samen.
Ook hier, het hele gebied, Spijkerkwartier en die zone daar rondomheen, perfecte landbouwgrond, kon je heerlijk lekker je graan telen. In de tijd dat er nog geen aardappels waren, dus geen kredietcrisis met fluctuerende aardappelprijzen zoals we net hoorden. Een mooi prachtig graangebied en daar liep ook nog een watertje, later genaamd de Molenbeek, vanwege de molen die er aan stond. Voorafgaand aan het hele onderzoek was er bekend dus dat er mogelijk resten van het spieken zouden zitten in de grond. Zei het dat daar een dikke vlek bovenop stond, dus de verwachting was eigenlijk laag dat die er nog in de grond zaten. Maar het zat er wel degelijk. En ik heb hier nog een klein kaartje. Dit is het dingetje. En dat wibbert een beetje aan deze kant. Hier zit een klein randje omheen. Ik weet niet of de mensen dat allemaal kunnen zien. Dat is eigenlijk het grachtje. Deze twee blokjes ervoor, dacht ik, dat zijn twee perceeltjes. Maar als je de kaarten goed bestudeert, zijn het ook nog twee gebouwen. En de tegenwoordige Dulletstraat loopt eigenlijk zo tjoek de rest omheen. Dus als ik dan twee plaatjes terug ga, of de Spijkerstraat, sorry, loopt hier zo eroverheen. Volgt u een beetje? Dus eigenlijk deze straat is rechtdoor getrokken en loopt daar overheen. En daarom is ook dit gedeelte, ligt ook aan de rechterkant van de Spijkerstraat. Dus ik doe nog even terug. Deze straat is doorgetrokken, want eigenlijk keek je, want die andere kant keek je hier. En dan liep de straat vroeger hier langs heen. En die hebben ze dus verlegd met het aanleg van de wijk. Dus hier ligt nog een gedeelte van het Spijken en de Molenbeek loopt ook hier langs heen. Het zwembad zelf. Dat is dit ding. Ja, dat is dat ding. Ja. Dus het is niet gevoed door het water uit die beek, maar die heeft eigenlijk wel zo'n beetje hier onder dat gebouw wat hier staat, hier heeft hij doorgelopen. En ik meen dat hier nog een duiker in de grond zit. Er werd ook namelijk verwacht dat de Molenbeek overkluisd zou zijn, maar dus een gewelfje eroverheen gemetseld, dus dat je eigenlijk een soort ja, overkluisd, een dichte beek hebt. Maar dat was niet zo en we vonden namelijk wel een muur en om het water te dempen, waarschijnlijk om dit gedeelte ook in gebruik te nemen van het gebied, begin midden 20e eeuw, vonden we daar een, even weer terug naar deze kant, even de plek van onze proefsteuven, dus zo verwachten we van tevoren dat het er zou zitten. Grijze dingen waren de proefsteuven, die hadden de dulle spieker verwacht, maar hij zit dus net ietsje opgeschoven. We waren aan het graven, dit is de muur, even kijken, aan deze kant waar de jongen staat, daar heeft water gelopen. Deze kant dus land geweest, allemaal aangeplemde rotzooi met troep erin uit 1700 zoveel. En waar deze beide heren naar deze kant staan te kijken, daar vonden wij hetgene wat ik hier bij me heb. En ik ben er zelf daar bovenaan bezig. Namelijk met deze dingen. Waar we het eerst dachten van, wat is dat nou weer? Geen koffiepotten, geen theekannen. Wat is het? Ik heb een paar dingetjes meegenomen. En toen we daar aan het werk waren en ook op onze andere kaarten aan het kijken waren, en ik meen ergens Geert Visser nog in de zaal te zien, ja daar zit hij. En die had natuurlijk allerlei kaartmateriaal, dus eigenlijk het wandelende geheugen volgens mij van de gemeente. Ik werk nog maar sinds kort, sinds oktober bij de gemeente. Maar Geert die heeft een kaartenarchief ingescand van je welste. Dus het kan het archief jaloers zijn. Een van de dingen wat hij nog niet heeft, maar wat wel op internet te vinden is, is namelijk helemaal heel mooi hier, de Arnhemse verlichtingsfabriek. En daar hebben we hiermee te maken met de resten van de verlichtingsfabriek. En ze maakten niet alleen een dingetje voor verlichting, maar ook een dingetje voor verwarming. Als het goed is, moet er hier ook nog eentje hier staan. Verwarming, verlichting, ventilatie door middel van gasregulateurs. En er was ook nog een kopergieterij en draaiengieterij. Met vooral uiterst lage prijzen. Ook voor koperdraaiers. En de projecten die ik kon laten doen, die werden kosteloos. Dus je hoeft alleen maar het materiaal te betalen. Er is dus van alles gedaan. Ik denk als er een milieuonderzoek op die plek zou gedaan worden, dan krijg je zware milieuverontreiniging. Maar als archeologen, die kunnen daar schijnbaar tegen. Want wij mogen daar rustig rondwandelen. Wat ik niet erg vind. Maar mijn vraag eigenlijk voor vandaag is omdat, ja, als archeoloog dan horen we alles te weten, maar dat doen we eigenlijk helemaal niet. En mijn vraag is dus eigenlijk ook, heeft u iets ergens bij mogelijk archiefonderzoek nog meer informatie over deze verlichtingsfabriek? Er is ook nog een advertentie, er staan een beetje schuin onder elkaar wat ze nog meer aanbieden. Maar het blijft dus de hele tijd dat ze verwarming, verlichting en ander warmte- of licht gerelateerde dingen maken. En ik weet dus niet of ze nou daar echt daadwerkelijk ook in Maaien hebben gemaakt.
Maar om Emaille te maken heb je het eigen gewalst blik heb je daarvoor nodig. En een soort heel dun papje van aardewerk gooi je erop. Dat doe je in een oven en stook je enorm warm. Dat eigenlijk het aardewerkpapje dat versmelt het glas. Het Emaille. Dat is al een procedé wat ze al tot ver in het verleden al konden. En tegenwoordig wordt het niet zo heel veel mee gebruikt. Behalve bij potten en pannen, want het is super goedkoop om te maken. Dus ik weet niet of er op de plek vandaar een emaille fabriek heeft gestaan of alleen een emaille handelaar. Alhoewel het wel het fabriekje heette, maar het kan ook zijn dat ze dingen samenstelden. Dat was toen heel gebruikelijk. Dus wat ik eigenlijk wou voorstellen, want Wim Schenning die heeft mij gevraagd of ik dit lezingje wou houden. En die zei van maak het vooral een voelsessie. En hier sta ik. Maar ik heb ook nog wat mee. Ik geef jullie gewoon wat rond, of ik houd het eerst even omhoog, dat ze kunnen een beetje zien wat het is. Of wat het misschien is, of misschien ook niet. Begin ik bij een soort granaathulsachtig ding. En één maar bij het rondgeven. Let op aan de randen. En, want emaille dat is best scherp en vooral dat emaille wat erop zit, dat... Oh, kijk eens, een rondrijdende tafel. Als je dat in je vingers krijgt, dan krijg je een nare wonde en het zweert alleen. Je gaat het niet doden, maar ik krijg wel zin. Ik geef hem aan jou. Ik geef hem door, ergens achteraan zie ik het wel weer terug. Wat het is, geen idee. Ergens een pijpje voor, waarschijnlijk iets binnenin. Nog iets anders, het lijkt een kop van een gieter. Maar, is het niet? Raar. Kijk er wel eens goed naar. Daar zit de toverlamp. Ik neem eerst deze. Dat men de prachtigste versieringen erop nahield, was ook hartstikke leuk. Wederom, hol van binnen. Ik heb het vermoeden dat dat ene zwarte dingetje wat jij net had, dat iets hierin hoort. Het is gemaakt door twee identieke helften aan elkaar te maken, met een soort puntlasje. Met emaille, met een hartstikke mooie bloemetje plantjes erop. Meneer, is dat een jugendstil? Nou, het is geen jugendstil. Volgens mij is het meer, ik zou het onder de noemer kitsch noemen. Ja, maar het kan ook een jugendstil. Deze is met mooie vogeltjes. Ja, ik weet, jugendstil is porselein. Nee, jugendstil is niet alleen porselein. Nee, jugendstil is met mooie sierlijke lijnen. En dit is al van de naam. Ik verwacht eigenlijk dat dit zo een beetje de periode... jaren 30, jaren 40, in ieder geval nog net van voor de oorlog is, eind jaren 30. En dan is het echt het volkse. We hebben dozen aardewerk van het museum, daar staat het volksaardewerk. Maar dit is ook echt volks, met een beetje boomwagenspul zou ik het noemen. Nee, hoor niet bij elkaar. Nee, geef ik eerst even de grote. Wat we nog meer vonden waren... Deze, een beetje DDR-achtig iets, vond ik het. Mooi groen, ja, wat is het precies? Is dat de vraag die ik me ook stel? Ja, nee, dat weet ik helaas niet. Dus. Dit is onderzoek, ook voor mij. Wat is het? Volgens mij is het een dop van een soort kachel, verwacht ik. Maar of die hoog of laag, of er nog iets onder hoort te zitten, geen idee. Hij is leuk gemaakt, hij is bovenaan. Hoort hij zo te zitten, hij is ietsje kapot gegaan. Is dat niet de kant van de gasland? Misschien een gaskacheltje of een gaslamp? Gaslamp. Volgens mij zit dat in de buurt inderdaad. Het is hetzelfde, maar dan zonder bolletje erop. En hier kun je van onderaan een beetje zien. Geef ik aan deze kant door. Er is niet in gestookt. Ik denk dat er alleen warme lucht doorheen is gegaan. En hier is eigenlijk ook typisch iets wat voor verwarming te zien is. Ja, een beetje broodroosterachtig, maar wel hol. Geef ik er nu door. Ja, Wim noemt het een kapje, geen idee. Het lijkt mij alsof hier een tulband, ja. Deze vonden we namelijk als eerste. Van een petroleumstel. Ja, van een petroleumstel, dat klopt ook. Maar. Er zit nog hier een gaatje onderin. Ik denk dus inderdaad dat het van een petroleumlamp is. Van een dikke knop. Misschien hoort er nog een ding onderaan. Waarbij je een soort... Of het andere emaille ding onderheen, of van glas, een lamp. Met een. En die hang je hierin. En die gaatjes hier zijn of om het dingetje op te haken, want er zitten aan twee kanten.
Of je komt in Engeland of in Europa gebruikt worden, kan natuurlijk ook links en rechts. Of er werd iets opgehangen en dat daar een kettetje doorheen gaat. Ja, doen. Nee, we hebben geen, er wordt gevraagd of er vuurresten zich bewaren, dus of er sporen van roet of andere dingen. Ja, dat was er niet. Dat was er niet. Nooit gebruikt zijn. Nu staat ook de spijker aan de kop. Ik ben bezig om een rapportage van het proefonderzoek dat we hebben gemaakt. En dan omschrijf ik het als een handelsvoorraad die niet meer in gebruik is. Die ze hebben weggemikt. Want het is zoveel. We hebben in totaal, dit zijn de mooie stukken. En we hebben in totaal, ik geloof iets van 50 of 60 van dit soort dingen hebben gevonden. En er liggen nog 100 liggen nog onder de grond. Dus als we daar gaan opgraven, hoop ik, niet alle 100, maar wel een boekje bekijken. Kijken van, kan ik ietsje meer aanwijzing krijgen over hoe is het gemaakt? En vooral ook van, is het handelsvoorraad, is het productie iets of wat dan ook. Precies, die ga ik ook zeker benaderen. Wim, je had die laatste ook doorgegeven, hè? Die laatste heb je ook doorgegeven? Oké, hierbij. Oké. Jullie komen helaas nog even niet aan bod, want de rest is daar. Hebben jullie goed gezien? Ja, dat kan wel. Ja, ik krijg wat vragen. En als je wat wil weten, zou ik zeggen, ga naar bejaarden thuis en neem het mee. Hier is meer dan wij. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Er werd gezegd van, ga maar naar het bejaardenhuis, die weten het wel. Maar ik denk zelf dat de mensen uit het bejaardenhuis dit niet meer weten. Er zijn er nog, de laatste. De ouders, ja, ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Dus heeft u nog vrienden of kennissen of ouders in het bejaardenhuis? Geef ze dingen door en vraag ze. Dat is hier ook bij het bejaardenhuis wat hier gezegd, dat zijn niet mijn woorden. Maar wees trots op de grijze haar. Want, dit is het einde. Tot de volgende keer.